Dit is weer een review over de barbecue bacon burger van de Burger Me. Hij is met opnieuw Engels crossvlees en met een plakje cheddar kaas. Hij is heel erg, ik vind hem heel erg mooi, groot, goed gelukt. Met alle sla op de burger. En we gaan er een hap van nemen. En hij ziet er weer heel goed uit. Dit is de barbecue bacon burger. Dit is met nog extra barbecue saus. En als gratis extra's heb ik nog barbecue saus en ketchup en knoflookcreme erbij gedaan. We gaan kijken hoe die smaakt. En ik heb ik Red Bull genomen in plaats van Pepsi Cola. Dat ben ik ook wel een keertje zat aan het worden. Nou, de barbecue bacon burger. We gaan de eerste hap nemen in 3, 2, 1. Nu. Hij is lekker, moet ik zeggen. Hij smaakt ook wat beter, vind ik, dan de hamburger die ik gisteren heb genomen. En hier is weinig mis mee. Ik moet er nog even helemaal op eten, want ik proefde een aantal dingen nog steeds niet helemaal. Zoals de barbecue saus en de bacon en zo. Ik proefde alleen een beetje het gedeelte met de kaas en een beetje het vlees en de tomaten eigenlijk is het enige. Maar was heel erg lekker in elk geval. En ik vind het hartstikke leuk dat de barbecue bacon burger er is, zeg maar. En we gaan hem gewoon lekker opeten. En dan is dit dus voor nu de officieel de review van de barbecue bacon burger. Deze burger is ook heel erg goed. Met ook heerlijk Engels crossvlees. En daar heb ik heel erg van genoten. En ik vind het fijn dat zo'n burger is aardig groot, zoals je kan zien. Met heel goed vlees. Dat die burger er dus is. En dan komt de volgende keer waarschijnlijk een review over de McDonald's burgers versus de burgers van de Burger Me. En dan gaan we kijken hoe dat zal zijn. Hij is aardig groot en dat was even leuk om te doen. Oké, tot de volgende keer weer in elk geval. Tot ziens, dag.